Thuisquarantaine voor repatrianten en mogelijke COVID-19-patiënten is afgeschaft. Voortaan zal een ieder in overheidsquarantaine moeten. Dit zei de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jesrun, gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid. Overheidsquarantaine is een van de voorwaarden voor Surinaamse burgers in het buitenland die terug naar huis willen. Daarom zullen repatrianten volgens Jesrun een formulier moeten ondertekenen dat ze akkoord gaan met deze maatregel. Dit doen we om de publieke gezondheidszorg te waarborgen, zegt de volksgezondheidsdirecteur. De enige uitzondering op overheidsquarantaine is een medische uitzondering, waarbij de persoon vanwege gezondheidsredenen opgenomen moet worden in een ziekenhuis en daar in quarantaine zal worden geplaatst. Tijdens de quarantaineperiode wordt ervoor gezorgd dat mensen toegang hebben tot adequate gezondheidszorg middels de aanwezigheid van verpleegkundigen en artsen die eveneens de monitoring zullen doen. Dit niet alleen op COVID-gerelateerde klachten, maar ook andere aandoeningen. Ook zal er telefonisch een psycholoog en maatschappelijk werkster beschikbaar zijn, mochten de mensen behoefte hebben aan zulks. Jesrun zegt dat het ministerie van Volksgezondheid heeft geadviseerd dat de vluchten helemaal afgehandeld moeten worden, alvorens er een volgende komt. We kennen onze capaciteiten, we weten wat we aankunnen. We willen ook eerst zien als er mensen van de vlucht ziek worden, terwijl ze in quarantaine zijn. Als we mensen krijgen dus die COVID gaan ontwikkelen en wij daarvoor niet de volledige capaciteit op een gegeven moment hebben of onze capaciteit al vol hebben bereikt, dan kan je niet zeggen dat je dan direct alweer een vlucht zou willen laten halen. Maar dat is dan dus een medisch advies dat in zijn geheel in een team verder wordt besproken. Dat was directeur Cleopatra Jesrun van Volksgezondheid. Ze sprak gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus. Voortaan gaan alle repatrianten in overheidsquarantaine.